Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, hartelijk welkom. Een nieuwe podcast Sparta, de laatste van dit seizoen. Weer met beeld voor de mensen die luisteren. Die hebben daar nu niks aan, maar je kan het ook nog allemaal terugkijken op YouTube bijvoorbeeld. We hebben het afgesproken, mannen. De directie van Sparta zit hier. Manfred Laros, algemeen directeur. Gerard Nijkamp, technisch directeur. Ruud van Os, Anton Slotboom, de vaste compaan hier in deze Sparta-podcast. Heeft nou de een van jullie hele drukke tijden met Gerard en de ander iets rustiger met Manfred, of niet? Nou, ik denk dat we beide heel druk zijn. Op naast dat het natuurlijk het allerbelangrijkste is dat we weer een selectie gaan formeren en eredivisiewaardigheid gaan tonen. Zijn er ook nog een aantal andere dossiers gaande op dit moment. En ja, daar is vooral Manfred natuurlijk heel erg druk mee. Maar dat doen we natuurlijk ook samen. Waar ben jij het meeste druk mee nu, Manfred? Ik denk dat de prioriteit sowieso wel ligt, nogmaals wat Gerard zegt. Op dit moment op samenstellen van de selectie. En nogmaals, daar is Gerard zijn meeste tijd mee kwijt. Maar daarnaast zijn er ook wel wat zaken die binnen onze club spelen. Ten aanzien van de verbouwing op de Breggen, aanleg van een natuurgrasveld. En daarnaast hebben we nog wat andere sportfaciliteiten op dit moment aan het upgraden. Wat gewoon een hele hoop aandacht vraagt en tijd. En waar onze organisatie eigenlijk niet echt op ingericht is. Dus in dit soort maanden, juni, juli, dan komen al die werkzaamheden naar voren. En dat vraagt het heel veel van de organisatie. Waarin echt iedereen, ook Gerard, uiteindelijk ook op dit soort zaken moet bijschakelen. Hoe beleef jij deze voetballoze periode, Anton, als supporter? Ik vind hem zalig, eerlijk gezegd. Want je, kijk, je verliest niet. Je verliest niet. Nee, kijk, bij Sparta eindigen seizoenen meestal, je hoort het aan mijn stem, compleet hectisch en heel emotioneel. En dan mag je, dan is er nog één traditie, dan ga je je seizoenkaart halen. Nou, die zit dit keer in een doosje. Nou ja, je kan het best hem nu laten zien, Anton. Daar pak even je momentje. Haal hem mooi doosje. Kijk, nou, het is mooi uitgevoerd. We werden verwend dit jaar, kijk. Fotootje van Jules zit erin. En daarna beginnen... Ja, de weken van rust eigenlijk. Ja. En dat is wel fijn. En dan ga je eens nadenken over wat je allemaal beleefd hebt. Ja, maar je bent ook een beetje, je bent ook een beetje een zuurpietje, heb ik het idee. Want je vond de prijs van een seizoenkaart te hoog. Ja, hij is wel gestegen, ja. Oh. 2,40 is het nu. En het was? En het was volgens mij vorig seizoen 2,25. Zo, Manfred. Dus waar gaat dat geld? Ja, mag je hier gelijk als eerste gaan verdedigen? Ja. Ja, het geld is belangrijk voor Gerard. Gerard gaat het uiteindelijk spenderen. Het is je van harte gegund. Ja. 15 erbij. Ja, en hoe loopt het? Dat is wel mooi, want bij dit kreeg je ook nog een cadeau. Oh. En dat is dan een heel ouderwets cadeau, namelijk een puzzel. Dus de hele harde kennis van Sparta. Je zegt ook heel ouderwets, puzzel zeg je nog. Ja. Ik denk dat het wel heel goed is, Manfred, dat we ze een beetje afleiden. Want niet die nieuwsgierigheid van wanneer komt nu de eerste of twee nieuwe spelers. Nee, de hele harde kennis zit aan die puzzel. Dat is, dat is prima. Kunnen we nog even uitstellen. Zijn ze al een week of twee nog wel mee bezig met die puzzel? Ja. Hoeveel seizoenskaarten zijn er verkocht? We zitten nu op 3000 en dat is absoluut in lijn met voorgaande seizoenen, hoewel het ook wel weer lastig is. Toen hadden we corona natuurlijk, maar we zitten in lijn en we hopen uiteindelijk op 7,500-8000 seizoenskaarten uit te komen. Gaat wel lukken toch? Ja, absoluut. De vibe is goed. Hoe ervaar jij het, Ruud, momenteel, op Spartaan zijn? Nou ja, de laatste dag was natuurlijk fantastisch. Hè? Heracles uit met het feest, zowel in Almelo als op het kunstgras, met 2,500 mensen. Daarna de terugkeer van de selectie. Het was de mooiste apotheose die je onder de omstandigheden kon bedenken. Hè. Een maand eerder met Vrezen had niemand dit voorspeld. Niemand had dit verwacht. Dus je gaat met een glimlach als Spartaan de vakantie in. En die glimlach is nog steeds niet weg. En wat ik leuk vind, ik zie altijd uit naar die oefenwedstrijden tegen amateurclubs. Dat is natuurlijk door corona lang niet geweest. Maar ik noem maar wat. Ik weet niet wat het programma is van Sparta, hoor. Maar zo'n wedstrijdje bij, ik noem maar wat, PPSC of bij VOC gaan ze spelen. Vind ik altijd erg leuk. Ja. Erg relaxed. Vind je dat leuk? Ik vind er helemaal niks aan. Nee, maar het is, je moet de wedstrijd... veel onderdelen van jouw werk waar je... Nee, maar ik zie veel liever Sparta tegen een mooie, mooie Engelse club bijvoorbeeld. Nee, maar dat ben ik met je eens. Maar dat onbezorgd is toch zalig? Nee, maar je moet die wedstrijd als bijnummer zien. Je komt als Spartanen bij elkaar, bijvoorbeeld bij VOC. Je neemt een hapje, je neemt een drankje, je kletst wat bij. Hey, ben jij op vakantie geweest? En wat denk jij? En voor je neus wordt er ook nog een beetje gevoetbald. Om de John Kersthoort bokaal. Perfect. Ja, ik moet... Dat is voor mij ook wel een heerlijke periode. Ja? Buiten het feit omdat er natuurlijk best wel spanning en stress is met betrekking tot wie gaan we aantrekken. Is het wel, alles mag, hè? Niks moet. Mensen weer ontmoeten. Kijken hoe een groep zich ontwikkelt. Hoe een staf met die groep omgaat. Het is echt wel een leuke periode. En bepaal jij ook het oefenprogramma eigenlijk als technisch directeur? Ja, kijk, het is niet alleen dat ik dingen doe of dat Maurice dingen solistisch doet. We doen alles samen, want je kunt een wedstrijd gaan spelen tegen een Engelse club of een Duitse club.
Maar dat bepaal je niet alleen, daar vindt de gemeente ook wat van. Ja. Dus er zijn meerdere stakeholders die betrokken zijn bij het formeren van het programma. Wie wordt de tegenstander op de familiedag? Nu we toch, dat is op dit moment nog niet geheel duidelijk, daar zijn we druk mee bezig. Maar we proberen wel op 30 juli een mooie eerste wedstrijd op onze nieuwe grasmat te kunnen hebben. Ja, ja, nou, NAC wordt het niet dus, hè? Dat wil Stijn niet, toch? Nee, dat heb ik niet. Ja, dat lijkt mij heel verstandig om dat niet te willen, toch? Ik wil trouwens niet tegen PEC Zwolle spelen. Misschien heb jij ook nog een club die jij niet wil? Nee, ik kan me uiteindelijk wel met elke club wel door een deur. We hebben natuurlijk een keer tegen onze amateurs gespeeld. Dat was eigenlijk, je had het dan over die gezelligheid, dat was ook wel mooi. Alleen is dat de schiettent natuurlijk van je welste. Ja. Dat is zonde. Nee, maar als je gewoon goed opbouwt tegen een aantal mooie amateurclubs uit de buurt. Ja. Ik vind het vooral leuk als het dan in de buurt is. Ja. En dan uiteindelijk steeds zwaarder gaat. En op 30 juli dan een mooie tegenstander hebt. Dit is wel een moment voor een supporterspleidooi. Want wij hebben natuurlijk wel gezien hoe dat met jou ging in Tirana. Dat zag er best wel tof uit. Hè? Even los van die club waar het over ging. Wij willen eigenlijk ook wel zoiets beleven. En Spartanen zijn natuurlijk naar Burnley geweest. Dat is niet heel lang geleden. Dat is een hele mooie ervaring geweest. Als oefenpot, hè? Als oefenpot. Ja. Dus bezorg ons nou iets waar wij naartoe kunnen met de auto of de ferry of wat dan ook. Ja. Waar we een beetje een herinnering kunnen kweken. Want die samenhorigheid die je daar nou overhoudt is gewoon veel waard. Nee, maar dat is op zich best wel een goed idee. Kijk, wij hebben een trainingskamp. Dat doen we dit jaar in Delden. Dat is gewoon een fysiek trainingskamp om fit te worden. Maar daarnaast willen we ook nog kijken of we ergens 1 of 2 dagen naartoe kunnen om aan teambuilding te werken. En een mooie tegenstander te hebben. Nou ja, we hebben natuurlijk met Maduka een speler in Engeland, Watford. Ja. Ik weet niet of dat op zo'n korte termijn gerealiseerd kan worden. Is het nou een geldkwestie ook, of niet? Spelen tegen een Europese ploeg ergens? Ja, het ligt eraan van wie het initiatief komt. Kijk, als het initiatief komt van de tegenpartij, dan wordt het voor ons iets makkelijker. Maar je hebt toch goede banden met de technisch directeur van Lazio Roma? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of Dumfries bij Inter, die kan toch ook wel wat regelen? Dat, ja, nee. Dat mooi zijn als wij naar Roma mogen. Ja, of iemand nog meer in de laars van Italië die daar speelt. Dus nee, er zijn best wel mogelijkheden. Ja. Alleen, het moet passen. Kijk, in zo'n laatste wedstrijd, het weekend voor de competitie start, dan wil Maurice natuurlijk ook wel een tegenstander hebben waar hij competitief tegen is. En niet wordt afgedroogd met 5-0. Althans, dat de kans bestaat dat je wordt afgedroogd. Kijk, dat is ook niet goed voor het vertrouwen om die competitie in te gaan. Want nu zag je dus dat die eerste pot, en dat was volgens mij België, ploeg van Zanussi, is gelijk weer besloten. Ja, dan zak je broek vanaf natuurlijk als supporter, want dat had mooi geweest daarheen te gaan. Maar dat heeft vaak met lokale autoriteiten te maken, toch? Ja, precies. Ja. We kunnen dit jaar natuurlijk ook kijken in de winterstop. We hebben natuurlijk het WK in Qatar, waarin we dus 1,5 maand ongeveer wel vrij zijn. En het Watford idee is door Ad Borslap, voormalig voorzitter van de sportsvereniging, inmiddels 2 keer tegen mij medegedeeld. Ja. En één keer heeft hij het nog eens een keer aan mij ge-e-maild. Van, joh, wil je niet vergeten, denk aan dit en dit idee. Dat is een goed idee. Ja. En we gaan zeker kijken of dat überhaupt mogelijk is. Zullen we dan net doen alsof het een Europacup wedstrijd is? Weet je wel? Dat we zelf in die baan zitten. Rijnmond ook live, toch? Ja. Met je microfoon. Geen enkel probleem. Nog even terugkeren. We hebben nu de voorbereiding eventjes gehad. Ik wil nog even terugkeren op de vorige podcast die we maakten. Aan dezelfde tafel, hier een paar meter verder met Hugo Borst. Heeft natuurlijk wel wat rake dingen gezegd. Je mag ook alles zeggen, hè, Manfred. Leo Ruijs zit bovenop je, heb ik gehoord. Dus de voorzitter. Je mag hier vrij uitspreken. Ja, ik mag absoluut vrij uitspreken. En ik begreep inderdaad dat Leo Ruijs bovenop mij zat. Ik spreek Leo, ik denk 1 keer in de 6 tot 8 weken. Dan hebben we een bestuursvergadering. En dan hebben we over het algemeen een goed gesprek, zie je natuurlijk bij de wedstrijden. Maar dan gaat het meestal over wedstrijden. Dus maar daarbuiten bellen jullie ook wel eens, toch? Wij bellen dus wel met elkaar. Maar ik moet zeggen, dat is meestal... Nee, meestal als het gaat over zaken die binnen de club spelen, dan is dat toch iets wat je met de directie beslist. En is niet zo dat we dan alle bestuursleden zeg maar afgaan. Maar na het gedoe in november, december met Van Steet, vertrek daarvan, is de voorzitter er meer op gaan zitten. Leerden wij in de vorige podcast. Dat is dus niet waar. Ik heb die ervaring in ieder geval niet, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat Leo en ik een prima contact met elkaar hebben. Nogmaals, dat is hoofdzakelijk alleen op wedstrijddagen. En daarnaast hebben we 1 keer in de 6 tot 8 weken hebben we een bestuursvergadering waarin we, Gerrit en ik, samen het bestuur bijpraten over alles wat er speelt binnen de club. Dus als we het hebben over er korter op zitten, dan is dat hetgene wat we eigenlijk met elkaar in de frequentie met elkaar bespreken.
Ik hoorde ook toen in die podcast zeggen dat Hugo zei dat jij destijds Ragnar Ache voor 8 ton wilde verkopen. Ja, daar waar Van Steen het voor 2 miljoen wilde doen. Ja, precies. Nou ja, ik moet zeggen dat en ik zag het natuurlijk ook voorbij komen. Hè. En ik heb nog eens heel even wat appjes erop nageslagen. En inderdaad, Ache is wel een speler geweest waar we op een moment allerlei aanbiedingen voor hebben gekregen. En zelfs een bedrag van 800.000 euro. Dat klopt wel. En dat hebben we van een Turkse club uiteindelijk gehad. Henk Versteeg en ik zelf hebben dat gesprek gevoerd. En na afloop van dat gesprek. Vandaar dat ik het heel even via in de app heel even moest nazoeken. Hebben we geadviseerd en dat heb ik zelf getypt naar in de bestuursapp zoals we dat dan doen. Op het moment als we aanbiedingen krijgen heb ik geappt van joh, we hebben dit en dit bod gewoon ontvangen. Dat is naar onze beleving niet hetgeen en ons is dan in dit geval Henk en ik. Dat hadden we met elkaar afgestemd. Dat is naar onze beleving niet het bod waarop we in zouden moeten gaan. Dus we gaan ze morgen vriendelijk bedanken. Oftewel, klopt niet. Nee, dat klopt niet. Nee. Wat ik ook wel interessant daarvan vond, en ik weet dat jij dat een klein beetje deelt, Anton, dat gevoel in elk geval, dat er commercieel meer uit Sparta te halen valt. Jij hebt wel als supporter af en toe denk je van, nou, ik zou wel een grotere sponsor aan ons willen binden. Is dat nou ook echt zo, mannen? Valt er commercieel meer uit Sparta te halen? Ja, ik denk dat het een het andere niet uitsluit. Het gaat in eerste instantie natuurlijk om wat laat je zien op het veld. Hoe ontwikkel je die groep? Waar willen supporters, sponsoren zich mee identificeren? Om vervolgens die aantrekkingskracht te gaan krijgen. Ook vanuit sponsoring. Mm-hmm. En er dus bij willen horen. Dus het ene sluit het andere niet uit. Wat denk jij, Manfred? Nou ja, goed, commercieel. Ik denk dat Sparta, kijk, de afgelopen 2 jaar, nogmaals met corona, heeft natuurlijk wel het een en ander invloed gehad op de commerciële resultaten. Want we hebben ook echt wel wat moeten restitueren naar ten aanzien van onze sponsorgelden. En dat is ook terecht, hè, want nogmaals, er worden grote bedrijven overgemaakt in een hele moeilijke situatie. Maar als we gaan kijken naar de vlucht van de commerciële resultaten de afgelopen jaren, dan is daar absoluut een stijgende lijn te ontdekken. Waarin het belangrijk is, en dat hebben we ook altijd gezegd, dat je langer dan 3 jaar in de Eredivisie blijft. Omdat op het moment als je promoveert, neem je ook een hele hoop Eerste Divisie contracten weer mee. Dus als ik ga kijken, met name dan bijvoorbeeld naar volgend seizoen. Wij werken normaliter gesproken, het afgelopen seizoen zouden wij met 5,5 miljoen werken. Door als commerciële inkomsten? Als commerciële inkomsten. Door corona gaan we dat niet halen. Maar normaliter gesproken was dat 5,5 geweest. En komend seizoen gaat de commerciële begroting naar 6,1 miljoen euro. Dus wij gaan een groei doormaken van 600.000 euro. Dat is een hele grote groei. Die maak je niet elk jaar door. Maar dat heeft echt te maken dat je van het derde naar het vierde jaar gaat. Waardoor een hele hoop contracten aflopen. En een soort vernieuwing gaat komen met skyboxen. Met andere grote partners binnen de club. En ja, dan is het wel op het moment dat als je Eredivisie speelt. Dus dat is belangrijk. En dat is het effect wat we dit jaar ook zien. Dat we in één keer die sprong maken met 600.000 euro meer. Mag ik een vraag aan jou? Want jij komt vaak met die aanname. En moet commercieel meer uit te halen. Zijn. Waar baseer je dat dan op? Wat is je gevoel daarbij? Omdat jij DNS vastgoed niet goed kent. Jij vindt dat een klein bedrijf. En dan denk je, hier moet de Bijenkorf staan bijvoorbeeld. Als je continu op je schouders wordt geslagen met leuk Sparta. En waar ik ook kom. En omdat ik journalist ben, kom ik op veel plekken. En dan krijg je toch het idee van, nou, wij zijn een merk. Een grote club. En dat komt daar natuurlijk niet uit. En toen wij voor de laatste keer met 3 ploegen in de Eredivisie speelden. 3 Rotterdamse ploegen. Toen hoorde je ook wel sponsoren zeggen van, nou, dan moet ik gaan kiezen. Dus in plaats van vooruit vraag ik me toch af of dat nou nog een hindernisje is dat we er eentje bij hebben gekregen. Want we vissen natuurlijk allemaal in hetzelfde vijvertje. Ik denk dat we allemaal wel in de Rotterdamse pool aan het vissen zijn. Aan de andere kant, ik denk dat die pool groot genoeg is. Ik denk dat elke club zijn eigen sponsoren heeft, maar ook wel daadwerkelijk er genoeg bedrijven zijn die bij alle 3 de clubs wat doen. En als het gaat over onze huidige hoogsponsor DNS Vastgoed, dan zijn we juist heel erg gelukkig met het moment dat hij intrad. Er waren heel weinig bedrijven die op dat moment in wilden treden. Dat wilde hij en het bedrag wat hij daarvoor betaalde. Betaald. Hij is in dit geval John van Doren, samen met Tim zijn zoon en Jacqueline zijn vrouw. Bedrag wat zij daarvoor betalen, daar zijn we de afgelopen jaren heel erg gelukkig mee geweest. Dus daar mag ook echt geen enkele discussie over. Staan ze nou nog op het shirt voor ons seizoen? Wij zijn in gesprek met al onze shirtsponsoren en we zijn aan het kijken op dit moment naar de meest ideale mix. Waarin alle posities, ook die van DNS, op dit moment wel vrijkomt. Maar we zijn met DNS nog steeds in gesprek om te kijken. En zij willen ook graag bij onze club behouden zijn als het gaat over shirtsponsoring. En je weet dus op dit moment niet
welke grote naam er voor op het shirt staat? Wij weten de richting waar we naartoe gaan. Ja. Maar dat weet je toch al, want die shirts moeten allemaal gedrukt worden voor de voorbereiding. Die zijn niet half op de overdag. Nee, dat is niet waar. Nee? Want als je me dat vraagt, er zijn zeker nog posities die op dit moment onderwerp van gesprek zijn. Dat is heel vaak een laatste last minute werker, zoals we dat dan noemen. Maar als het gaat over het hoofdsponsorschap, ja, natuurlijk weten wij de richting. En we wachten daar op korte termijn. Maar we gaan daar niet eerder over communiceren. We gaan er pas over communiceren als alle handtekeningen gezet. Gaan we daarover communiceren. En dan ga je dan ook direct, daaraan vastgeplekt, de andere posities krijgen. Maar Hugo had het in de vorige podcast ook over de club misschien wel laten doorlichten door een erkend sportmarketeer. Hij noemde Bob van Oosterhout. Voormalig triple-double. Is dat een idee om die commerciële inkomsten? Want er zal toch nog wel wat meer te peuren zijn uit de markt dan dat Sparta nu doet? Bob van Oosterhout ken ik. Bob van Oosterhout is lid van de Raad van Commissarissen van de Eerste Divisie. Dus die kom ik met regelmaat tegen. Ik zit met regelmaat met hem ook aan tafel. Ja, ik denk dat er altijd meer uit iets te halen valt. Dat is ook de trigger die we en de lat die we onszelf telkens met elkaar opletten. Maar ik denk als je echt de volgende stap wil maken. Wij gaan nu een stap maken van 5,5 naar 6,1. Dat is echt flink. En ik kan je ook vertellen, we zijn ook echt wel een voorbeeld als het gaat over de commerciële inkomsten met onder vergelijkbare clubs, hè. Laten we dat wel heel even met elkaar stellen. Maar wil je echt die volgende grote stap gaan maken, dit soort stappen, ja, dan zul je echt naar uitbreiding van de commerciële faciliteiten moeten gaan denken. En daar zijn we ook heel erg druk mee bezig. Dat is geen makkelijke opgave, maar daar zijn we wel mee bezig. Maar dan heb je niet een type Bob van Oosterhout voor nodig. Ja, maar Bob is welkom. En Bob heb ik daar ook meerdere malen op aangesproken van Bob, joh, ik begrijp dat. En laten we dan een keer aan tafel gaan zitten. En dat gaan we ook nog wel doen. Okay. Daar is echt geen discussie over. Nou, dat klinkt veelbelovend, Anton. Een soort mythische naam begint dit te worden. Want als jij gewoon de Dennis Neville zit, heb je dus geen idee wie dit is. Nee. Maar dat moet dan een soort van tovenaar zijn die ons komt helpen. Ja. Willen jullie nog ergens anders op terugblikken van de vorige podcast? Anders gaan we het hebben over de huidige selectie. Nee, laat me maar vooruitkijken, toch? Ja, ik moet wel iets negatiefs over jou gaan zeggen. Dus ben ik aan het bedenken. Ja, want je hebt misschien teruggekeken. Ruud kon niks negatiefs over jou eigenlijk noemen. Jawel, ik heb wel gezegd dat in de periode dat het begon te rommelen en wij wel eens spraken, dat ik zei, joh, dit wordt onwerkbaar toen het met Henk van Steen ging. En daar heb je zelf ook voor mij de hand voor in eigen boezem gestoken. Dat je er wat dichter op had kunnen zitten. Dat is iets wat ik mezelf nog steeds, in die zin verwijt. Als ik ga terugkijken naar de afgelopen periode en de communicatie die daar allemaal is uit vooruit is gekomen, dan vind ik dat heel vervelend en schadelijk voor de club. En als je mij vraagt wat ik daar dan had moeten doen, ik had eerder in overleg moeten gaan met Henk Verstee en met Henk Vrezer in dit geval, om gewoon duidelijker te krijgen wat we nou hadden afgesproken, wat de status op dat moment was en wat dan nog de budgettering of de mogelijkheden voor de restant van het seizoen of voor de window op dat moment nog zijn. Dan voorkom je uiteindelijk een hoop ruis. Dat heb ik om redenen bewust niet gedaan. Maar achteraf denk ik bij mezelf, nou, dat had ik wel moeten doen. Ik heb nog wel één vraagje daarover, want dat hing een beetje over die podcast heen. Ik zei toen ook tegen Hugo, het komt allemaal terug op dat ene moment dat jij Henk van Stee een officiële waarschuwing gaf, hij boos wegliep, jij schreeuwend erachteraan, deuren werden met elkaar. Ik was er niet bij, maar ik hoor graag wel jouw kant van het verhaal. En welke ruiten er toen gesprongen zijn? Nou ja, kijk, we hebben met elkaar een bestuursbesluit genomen over het geven van een officiële waarschuwing aan Henk Versteen naar aanleiding van een aantal artikelen in het AD op dat moment. Dat hebben we met elkaar afgesproken op zondag na afloop van een wedstrijd. Dat is maandag heeft dat gesprek plaatsgevonden in het bijzijn van een bestuurslid. Dat is Charles van der Steenen geweest. Op een moment als iemand een dergelijke waarschuwing krijgt, wie dat ook is binnen onze club, want het is niet de eerste keer geweest dat iemand van mij een waarschuwing krijgt, dan is dat geen prettig gesprek. Dat is ook geen koffiegesprek. Dat is op zich een hele vervelende mededeling die ik dan ook nog eens heel vervelend brengt. Dat lijkt me niet meer dan logisch. Dat die opgepakt wordt zoals die opgepakt wordt. En dat daar vervolgens teleurstelling. En daar zijn ook wel een aantal vervelende woorden over gevallen. En inderdaad, er zijn vervelende woorden over en weer naar elkaar geweest. Ja, dat zij zo. Wat jammer uiteindelijk is dat op dat moment Henk het gebouw uitloopt en eigenlijk niet meer in gesprek wil met mij, zich ziek meldt. En naar aanleiding van die ziekmelding ontstaat er een week lang discussie over de situatie die het op dat moment is. En die mot zich uiteindelijk uit in... Vind jij dat je er schreeuwend achteraan moet lopen als hij weer wegloopt?
Nou, verschreeuwend. Dat is, ik moet zeggen, ik moet dat wel enig nuanceren. Dat heb ik ook niet gezegd. Er zijn over en weer vervelende woorden gevallen. En Henk heeft mij het een en ander verweten. En ik heb inderdaad Henk ook wel het een en ander verweten. En dat gaat in een bepaalde mate van emotie. Dat is ook helemaal niet erg. Ik denk dat Henk en ik wel meerdere malen wat woorden met elkaar hebben gehad. Maar over het algemeen dronken we daarna de volgende dag een kop koffie. Maar in dit geval was dat niet meer mogelijk. Dus dat is heel erg spijtig. Maar nou ja, dat is nou eenmaal gebeurd. Het ging net even over een negatieve eigenschap van jou. Wat is eigenlijk de beste eigenschap van Gerard? De beste eigenschap van Gerard? Ja. Oh, hij gaat er eens even recht voor zitten. Ja, ben ik benieuwd. Ik vind Gerard als eerste passen bij onze club. En ik vind dat omdat hij een bepaalde bagage en ervaring brengt. Hij is een people manager, gaat met mensen in gesprek. Geeft mensen ook de ruimte en de verantwoordelijkheid om zichzelf te ontplooien. Om die verantwoordelijkheid ook te nemen. En daarnaast is Gerard ook iemand die een nieuw netwerk binnen onze club brengt. Vanuit zijn ervaring bij PEC Zwolle en Cincinnati. Ze kijken elkaar ook aan. Dus dit ja. Soort liefdesbrief. Dat is toch mooi. Dankjewel. Die officiële waarschuwing is niet in de buurt. Mooi. Ja. En er was geen woord van gelogen, denk ik, hè? Nou, over zichzelf gaan zeggen. Dit. Ja. Het is altijd een beetje ongemakkelijk. Nee, snap als ik. Als dit soort dingen wordt gezegd. Maar je past goed bij de club. Ja, dat denk ik wel. En dat heb ik al vaker gezegd. In het eerste gesprek voelde ik al de klik die we hadden. En ja, ik ben iemand die dingen samen wil doen. Ja, probeert vanuit de ervaring die ik heb opgedaan in binnen- en buitenland. Ja, de tentoon spreiden binnen deze club. Daarnaast brengt Manfred ook heel veel kennis en ervaring mee. Nou, dat komt heel goed samen met het bestuur daarbij. Ja, zijn we best een goed team, denk ik. Ja. Ik denk ook dat deze twee heren gewoon... Jij hebt een betere klik met Gerard dan met Henk, omdat Henk gewoon een heel ander persoon is. Ik bedoel, jullie lijken niet alleen op elkaar, dezelfde kapper, allebei een bril. Maar ik denk dat in werkwijze jullie ook dichter bij elkaar zitten dan jij met de vorige TD. Ja, dat is absoluut waar. Maar dan neem ik het in die zin ook wel voor Henk Versteeg. Dat wil niet zeggen dat hij een slecht mens of een slechte TD is. Nee, helemaal niet. Dat hoor ik jou ook niet zeggen, Ruud. Alleen ik neem het ook voor Henk Versteeg wel in die zin op. Ik heb met Henk prima gewerkt. Ja, inderdaad. Het heeft me grote regelmaat geknetterd. Maar wij hebben altijd met elkaar uiteindelijk wel weer een weg weten te vinden om juist wel met elkaar te werken. Omdat we hetzelfde doel voor ogen hadden. En dat het op dit moment makkelijker gaat met Gerard. Ja, dat klopt. Weet je wat ik nou zo gek vind? Dat er heel weinig wordt gezegd dat we eigenlijk precies hebben gehaald wat we nodig hadden om het toch te redden. Dus die pluim die krijg je dan van mij nu weer, toen je toch met elkaar zit te vieren dat het goed gaat. Maar dat heb je natuurlijk wel gedaan. Want in de beslissende fase, de bepalende spelers waren spelers die we gehaald hebben toen het moest. Maar goed, we hebben natuurlijk ook wel in een tussenfase gezeten. Waarin ik op een gegeven moment ook wel in de spiegel heb gekeken en gezegd van hey, Younes Namli, in de winterstop hadden we daar heel veel... Ja, gevoel bij dat hij die missing link zou kunnen zijn. Ja, en die heeft het natuurlijk ook best wel even lastig gehad. Maar vervolgens in de eindfase het perfect op te pakken. Daarnaast de eerste paas van Jury de Kams was achter Pieter van Krooi. Ja, om nog even te benoemen. Ja. En daarna de tweede ook. pakt hij dat redelijk op. Ja. Maar je bent iets aan het neerzetten. Ja. Je kijkt hoe de situatie is, wat nodig is. Dat had Henk op dat moment met Henk Vrezer ook gedaan, ongetwijfeld. Ik heb vanuit mijn netwerk de jongens erbij gehaald die ik dacht die erbij gehaald moesten worden. Daarnaast waren een aantal jongens al op tafel gekomen die vanuit de scouting naar voren was gebracht. En dat kwam perfect bij elkaar. En op het eind... hebben we het gered. Ja, over jouw handelswijze met betrekking tot het halen van spelers zal niemand commentaar hebben. Als er commentaar op Gerard Nijkamp is het over de assistent wegsturen, want dan weet je, dan gaat de trainer ook weg. Die heb je volgens mij, die krijg je tot op de dag van vandaag nog achter je aan, denk ik. Ja, en zo zal ik nog een aantal besluiten moeten gaan nemen, uiteraard in het belang van de club, maar waarin ik ook denk wat nodig is. Om te doen, om iets te forceren, om iets tot stand te brengen. En dat mensen daar iets van vinden, heb ik toen ook aangegeven. Ja, daar kan ik mij ook wel in vinden. En dat Henk Vrezer op dat moment ook dat in dezelfde woorden aan heeft gegeven. Aan de andere kant, ik vond op dat moment dat we dat moesten doen. Dat heb ik niet
op eigen titel gedaan. Daar heb ik mensen weer in meegenomen. Manfred, we hebben het bestuur daar vanaf het begin in meegenomen. Vonden allemaal dat dat de juiste weg was. Ja, en dan kun je achteraf zeggen, hey, dat is goed geweest. Nou, ja, goed, we zullen ook wel eens wat keuzes gaan maken in de toekomst die niet perfect uitgaan. Het klinkt toch alsof er iets aan zit te komen nu. Nee, maar het is goed uitgepakt. Kan je 2 maanden na dato nu wel toegeven, ja, ik wist dat Vreese zou opstappen als ik dit zou doen met Rankovic? Nou ja, ik heb echt getracht om Henk binnenboord te houden. Ik vond echt hoe ik Henk heb leren kennen in de 3 maanden daarvoor als een persoon die best wel beïnvloedbaar is. Ook door mij. Dat moest ik ook zelf aan wennen. Ik heb niet eerder met een trainer gewerkt waar ik zo dichtbij kwam eigenlijk. En ik vond echt dat hij door de voordeur Sparta moest verlaten aan het eind van het seizoen. Met datgene wat hij allemaal bereikt had. En ik vond echt dat er iets anders om hem heen moest gebeuren. Dus een andere dynamiek. Dat zou ten koste gaan van Ranko. Dat is ook aan het begin tegen mij gezegd. Ik vind altijd dat ik dan mensen zelf wil gaan beoordelen. En op een gegeven moment dan ook veroordelen. Want daar komt het dan op neer. Dus ja, ik heb dat naar eer en geweten gedaan. Als we nu kijken naar de selectie waar Sparta nu mee moet gaan werken, dan zijn er nu al 2 nieuwe bekenden met Mike Eerthuizen. Dat is eigenlijk een reserve van Volendam. Ja. Gaat denk ik geen basisspeler worden. Maar ja, wij maken de opstelling niet, mannen. Maar als je maar 3 wedstrijden sinds september meer dan een uur hebt gespeeld, kunnen we er niet al te veel van verwachten, maar denk ik. Als je even gelijk op hem ingaat, dat is helemaal waar. Het is een ontwikkelingsspeler, zoals dat ook naar buiten gebracht. Een jongen die binnen Volendam geen basisspeler was afgelopen seizoen. Maar wel een jongen met mogelijkheden, die past in ons profiel. We willen in linksbenig. Precies, ook dat. Maar we willen ook in de opbouw van achteruit wat meer voetbalvermogen krijgen. Sparta moet focus hebben op dat soort talenten met potentie. En wij gaan met hem aan het werk om te kijken of hij basisspeler bij Sparta gaat worden. Maar dat hij, denk ik, er niet gelijk 34 wedstrijden staat. Ik hoop het wel. We hopen het allemaal. Maar de verwachting is niet aan het begin. Geldt dat voor Charles Andreas Brim wel, dat hij wat meer gaat spelen? Gaat hij wel 34 wedstrijden spelen? En waarom wilden jullie die jongen van FC Eindhoven er zo graag bij hebben? Spits, Canadees? Ja, nou, Charles is een jongen die al een heel seizoen is gescout door de scoutingsgroep. Meermalen door Jesper Gudde op tafel is gebracht. Ik heb hem in de winter of in de playoffs 2 keer gezien. Tegen de Graafschap en ook tegen ADO Den Haag. En ja, bij ADO was ik samen met Maurice zelfs en de rest van de staf. Ja, we waren eigenlijk al na 20 minuten definitief. Ik moet zeggen, al gelijk bij de Graafschap. Waarom dan? Wat heeft hij? Nou, hij heeft iets filijns over zich. Hij heeft die dynamiek, dat wegdraaien, dat korte wegdraaien. Atletisch vermogen, wat steeds belangrijker wordt in het huidige voetbal. Hij laat ook gewoon zien dat hij toch boven het niveau van Eerste Divisie Eindhoven meermalen heeft laten zien dat hij dat niveau is ontstegen. Ja, en wij gaan er met heel veel plezier mee aan de slag. We moeten daar zelfs een transfersom voor betalen. Dus dan moeten we het ook zeker weten. Ja, 250.000 ongeveer, hè? Een gelimiteerde transfersom stond in zijn contract. Dat hebben we gewoon betaald en dat moeten we betalen. Want er waren een aantal andere kapers op de kust. Zowel in Nederland, Eredivisie, maar ook in België. En we zijn heel blij dat hij voor Sparta en voor ons plan heeft gekozen. Hoe is het met Nicolai? Je krijgt de groeten van hem. Ja, ik heb hem. Ik spreek hem niet dagelijks, wekelijks. Maar nee. Is hij nog steeds de nummer 1 target in de goal? Kijk, we zijn op zoek naar een eerste keeper. En net als wat we met Charles hebben gedaan, doen we dat ook met de positie van keeper. Daar hebben we een aantal interessante keepers op ons lijstje staan. En ja, ik draai er niet omheen dat Nick natuurlijk een hele interessante keeper Maar het kan wel eens een lastig verhaal gaan worden, Manfred.
Nou, dat zeg ik helemaal niet. We zijn op dit moment druk in gesprek. En op een moment als je een speler graag wil en een speler heeft een arbeidsovereenkomst zonder gelimiteerde afkoopsom. Ja, dan moet je er met elkaar zien uit te komen. En dat heeft over het algemeen ook gewoon tijd nodig. En meestal speelt dat zich achter de schermen af. Nou, dat is inmiddels over het algemeen wel bekend dat we die gesprekken aan het voeren zijn. En dan moeten partijen elkaar uiteindelijk gaan vinden. En wij hopen dat we uiteindelijk met NAC eruit gaan komen omtrent deze keeper. Welke posities wil je, op welke posities wil je nog meer versterken? In het doel sowieso? Wat nog meer? We zijn vooral gericht op zoek naar een centrumspits. Nog één naast Brim. Brim is ook een spits. Ja, kijk, Brim is zeker, die kan ook in de spits spelen. Maar die is best wel multifunctioneel in de vier posities voorop. En dus die kan ook op, als we met de punt naar voren spelen op het middenveld, op de 10 spelen. Die zou ook vanaf de zijkant spelen in een Younes Namli-rol bijvoorbeeld. Wat meer beginnen vanaf de zijkant en komend aan de binnenkant. Dus we zijn zeker nog op zoek naar een centrumspits. Ook zelfs nog wel op de zijkanten. Jong met meer snelheid, met dynamiek. En zelfs centraal achterin zijn we ook nog. Maar mag ik wat vragen dan? Want dat heb ik dan misschien wel een beetje gemist of niet. T. Engels, Dalmau. Ja, bij Dalmau, dat was denk ik wel wat onduidelijkheid over. Want Dalmau was gewoon een contract tot het eind van het seizoen. Met een mogelijkheid van een optie. Ja, precies. En die optie heb je niet gelicht? Wij hebben de optie niet gelicht. Oké. Okay. En T? Lennart T. Aflopend contract. En de deur staat bij hem op een kier. Alleen wij gaan ook kijken om ons heen, zoals Lennart dat zelf ook doet, of wij daar een ander profiel voor kunnen vinden. En de niet scorende spits die mega populair is, Mario Engels? Die de laatste wedstrijd een hele belangrijke goal heeft. Ja, absoluut. En ook heeft laten zien. Hou die in godsnaam aan boord, toch? Ja, goed. Want ik kan altijd zo lekker voor hem zingen. Namelijk. Ja, ik denk niet dat Mario zelf graag als cultfiguur aan Sparta verbonden wil blijven. Maar dat hij echt waarde wil dat heeft hij ook getoond. Tonen. Ja. Absoluut. Kijk, je kunt zeggen van op basis van statistieken, doelpunten, assists. Ja, daar zit nog wel wat ontwikkeling in. Wow. Maar vergeet niet, met zijn dynamiek, met zijn snelheid gaat hij ook ruimtes creëren voor anderen. En dat heeft hij natuurlijk in een fase heel goed gedaan. Helaas in de eindfase weinig gespeeld. Maar ik ben heel blij dat hij gewoon blijft. Gek, hè? Dan hebben we Dalmau, dan hebben we de kans om hem te houden. Maar je had toch te weinig geloof in. Maar hij heeft niks laten zien. Nou, hij begon fantastisch natuurlijk. Ja, kijk, dat het is een geweldige speler, dat hebben we gezien. Kijk, we willen natuurlijk het liefst geen huurspelers in onze selectie. Want dan zeggen we van ja, dat creëert geen waarde. En dan leiden we op voor een andere club. Maar bij een huurspeler is het ook van, hij moet direct waarde tonen. Hij moet direct die statistieken maken. Goals, assist in dit geval met Dalmau. Maar we hadden wel een optie. Ja. Dus het was eigenlijk een hele mooie situatie van hoe gaat hij nou dat half jaar functioneren? Is dat voldoende om die optie te lichten? En vergeet niet, dat zijn echt serieuze bedragen. Dus dan moet je het ook weer zeker weten dat hij dat gaat brengen voor het komende seizoen. En dat hij onze eerste spits gaat worden. Ja. Dat hadden we onvoldoende gevoel bij. Ja, dan moet je gewoon ook een keuze maken. En hoe komt zo'n besluit dan aan bij zo'n speler? Nou, dat voelde de speler heel goed zelf ook aankomen. Hij heeft ook geen enkel gevoel met Sparta een halfjaartje. Ja, dat zeg je nu maar op het feest toen we het gered hadden. En dan zie je de spelers die een beetje klem zitten, zo achteraan staan. Hè? Ja. En het gold voor Dalmau zeker. Ze telt op zijn telefoon. Ja, die was ook snel naar huis. Kijk, dit is een supporter, hè? Ja. Dus die let echt op van wat er gebeurt. Detail. Meer dan alleen maar op het veld. Want ik ben er helemaal mee eens. Ik vind Heilen ook zo'n typisch voorbeeld waarin ik in de winterstop echt lang bezig ben geweest om hem ergens anders naartoe te krijgen. Zodat het ruimte zou creëren waardoor we nog meer konden doen. Alleen hij is aan boord gebleven. Nou, als je ziet hoe hij altijd bij een goal kijkt naar de goal tegen AZ. Ja. Hij was als eerste bij Vito. Fantastisch. En dat typeert voor mij van de betrokkenheid, de jongens op de bank. Daar verdient Enk Vrees ook nog steeds een heel groot compliment mee. Dat die groep bij elkaar is gebleven. Zowel de bankzitters als de starters en de jongens die helemaal uit beeld waren. Ja, dat is wel een kracht geweest. Dat zeg jij nu, maar bij de Sparta-mars aan het begin van het seizoen zaten ze nog allemaal gewoon op de bank een fetus te strikken. Ja. Ergens is toen wel veranderd, zijn ze gaan staan. Maar is het een reden om een speler te houden als die zo betrokken is? Ook al speelt hij geen grote rol? Ja, je wil altijd natuurlijk dat een speler een rol speelt. Dat wil de speler zelf ook. En de carrière is niet al te lang vaak voor spelers. Alleen
ja, het moet wel een balans gaan zijn. Maar in het begin, daarom des te meer nog een grote compliment voor Henk eigenlijk. Dat hij dat wel voor elkaar heeft gemaakt met zijn staf. Dat het een team is geworden. En zo kwam ik ook in januari binnen de club. Ja, dat die groep echt, ik heb wel eens gezegd van, er is een verschrikkelijke oorlog gaande daar in de Oekraïne. Maar onze groep zou daar echt een rol kunnen spelen. Nou, als team bedoel ik, hè? Ik geloof niet dat ik dit een hele gelukkige vergelijking vind. Nee. Maar je begrijpt wat ik ermee bedoel. Teambuildingsuitje is bedacht. Ja. In de zin van, deze groep stond echt een bokje voor elkaar. Als wij naar buiten gingen, dan stonden we. En Maar ik heb toch iets raars meegemaakt op het promotiefeest. Dat was namelijk Mika Pinto. Die op mij afkwam en die zei dat hij altijd naar ons luistert. En die zei, ja, jullie weten de waarheid. En die was heel ontevreden. Die stond eigenlijk te briesen in mijn oor. Dus hoe is het nou met Mika Pinto? Nou, met Mika hebben we vlak voordat hij naar het nationaal team ging van Luxemburg, hebben we nog een goed gesprek gehad. Daar heeft hij alles gezegd wat hij wilde zeggen. Ja, dat was veel. Dat weet u dat ook niet? Hij voelde zich belazerd dus. Want er is dus uitgelekt dat hij zou willen vertrekken, maar dat wilde hij helemaal niet, zegt hij zelf. Ja. Precies. Dus dat is altijd de woorden de vanuit spel, de speler. Ja. Daar zit een zaakwaarnemer tussen. Dat is mijn waarheid. En dat wordt een cocktail van emotie. En daar moet je gewoon ook altijd gewoon mans voor zijn en kerel voor zijn. Dat geldt vooruit ons als de club, voor mijzelf, met Maurice erbij, voor de speler. Dat we daar gewoon face-to-face heel goed over hebben gesproken. En hij gaat nu, gisteravond heeft hij gespeeld met Luxemburg, gewonnen van de Faroeën. Daar zal hij ongetwijfeld positiviteit uithalen. En ik hoop dat hij straks fris en fruitig weer zich gaat melden. In principe blijft hij. En Dumissi gaat dan weg. Ja. En dan had je nog Meijers. Ja, ja, Meijers kan ik mededelen dat wij met Aaron een jaar hebben verlengd. Dus dat gaan we vandaag naar buiten brengen. Is dit het nieuws dat je zou komen brengen? Dit is het mooie nieuws wat ik ga brengen. Nee, maar ik vind het wel goed nieuws. Omdat jij ook bij die huldiging was je ook heel erg dichtbij. En hij staat echt wel centraal in die groep. Hè. Hij is echt belangrijk volgens mij. Hij is 33, maar hij heeft het ook wel goed gedaan die laatste wedstrijden. Nou, hij heeft een hele belangrijke rol gespeeld in die laatste vier wedstrijden. Kijk, je ziet gewoon dat hij met Maurice een enorme klik had waarschijnlijk al vanuit het verleden. En nog steeds heeft. En daar heeft hij echt zijn contract verdiend. We hebben nu twee spelers op die positie. Dus dat is klaar. Want je moet niet vergeten van om zo'n selectie weer op te bouwen. En je moet spelers daarvoor gaan vinden. Dat heeft meerdere windows nodig om echt dat niveau te krijgen. Ja. Waarin wij kunnen zeggen van hey, dit is eredivisie waardig. We gaan waarde creëren in onze selectie. We gaan niet al te veel huurspelers voor nu aanstellen. Dus daar hebben we echt wel meer windows voor nodig. Dus daarom ben ik heel erg blij dat we Aaron nog. Ja. Mag ik daar wel iets over vragen aan de algemeen directeur? Ik denk dat we hetzelfde willen weten. Want Meijers en Beugelsdijk genoemd in Edobet verhaal. Wil een club dit soort spelers wel onder contract hebben staan? Ja, blijkbaar wel, want hij blijft. Maar geldt dat ook voor Beugelsdijk, waar daarvoor ook nog wat andere verhalen de ronde deden? Nou, Beugelsdijk, die keuze is nog niet gemaakt. En dat ligt ook denk ik bij Gerard en de trainer, Maurice natuurlijk. Hè? Nee, nou, dat betwijfel ik. Dat ligt ook bij jou. Nee, dat, wil jij wel dat zo'n speler voor Sparta speelt? Ja, dat ga ik ook zeker. Dat antwoord ga ik je ook zeker geven. Als we heel even teruggaan in het seizoen, dan was iedereen van mening. Ik heb het overal denk ik mogen lezen dat beide spelers het Sparta-shirt niet meer aan mochten trekken. Daar zijn we niet in meegegaan, Gerard en ik. We hebben met Aaron en met Tommy hebben we meerdere gesprekken gevoerd wat nou de daadwerkelijke stand van zaken was. Bij Tommy liepen er twee zaken. Eentje gokken en de andere Edobet. En Edobet liep dus ook bij Aaron. Tommy is inmiddels vrijgesproken van het manipuleren van een eigen wedstrijd. Daar is hij op vrijgesproken. Is hij op vrijgesproken of was het wegens gebrek aan bewijs? Wat is het verschil? Nou ja, als ik het niet kan bewijzen, dan word je ook vrijgesproken. Maar dat wil uiteindelijk niet zeggen dat je onschuldig bent. Ja, maar... Ja, ik zal een romanticus zijn, maar als herenclub moeten we daar toch echt heel ver van afblijven. Soort discussies. Nee, maar, dat soort discussies, als we het hebben over gokken in Nederland, dan wil ik de discussie nog wel aangaan met meerdere partijen over welke spelers er nu wel gokken en welke spelers er nu niet gokken. Ik denk dat er niet alleen Tommy de enige is die wel eens...
mogelijk een op in uw bed misschien wel iets geplaatst heeft. Maar als we gaan kijken naar beide spelers, dan was het over het algemeen heel duidelijk dat iedereen dat vond. Daar zijn we voor gaan liggen. Beide spelers hebben absoluut hun waarde gehad in het succes uiteindelijk of het resultaat wat we hebben behaald met elkaar. Als je dan gaat kijken naar onze toekomst, dan is tegen beide spelers is aangegeven. De gesprekken hebben we volgens mij 2 dagen na afloop van de competitie direct met beide spelers gehad. Waarin we hebben aangegeven, de technische staf die gaat hun mening vormen, heeft hun mening gevormd. Maar voordat we überhaupt in gesprek gaan met jullie beiden, gaat er 1 ding gebeuren. En dat is dat jullie beiden afstand gaan doen van de investering, dan wel de lening, want daar gaat het uiteindelijk over, die je in Edobet hebt gedaan. En dat is inmiddels opgepakt door beide spelers. Documenten zijn getekend en beide spelers hebben afgezien van hun lening, dan wel investering in het Edobet verhaal. En dat maakt de weg vrij. Punt. Je had net ook over huurspelers. Een van die huurspelers was Jurie de Camps. En volgens mij stond er in zijn contract ook een optie tot koop. Maar toen na die huldiging sprak ik hem daarover en toen deed hij daar een beetje heel schimmig over. Ik snapte hem niet helemaal wat hij bedoelde. Dit is het mooie moment om even aan te kondigen, denk ik, dat Jurie de Camps nog een jaartje of 2 Spartaan blijft. Ja, dat zou ik best wel willen doen. Alleen dat kan op dit moment niet, omdat we niet zo ver zijn. Ik geloof bij Feyenoord was het ook zo'n situatie met Dessers, denk ik. Maar dat kan ik niet. Feyenoord moest voor 1 juni bekendmaken of zij een transfersom van 4 miljoen wilden betalen. Kijk, normaal gesproken, als je een speler huurt en je komt een optie overheen, ga je ook al gelijk met de speler een overeenstemming aan, wat we dus eigenlijk met Dalmau hebben gedaan, over hoe dan verder. Hè? Dus je gaat de optie lichten en dan gaan we nog 2 of 3 jaar verder. Dat hebben we niet met Jurie kunnen doen, omdat het in zo'n stroomversnelling kwam en hij moest snel bij de groepen aansluiten. Dus daar hebben we nog een uitdaging van. Ja, we kunnen die optie lichten, maar dat betekent dus nog niet dat je er dan met de speler... Maar je hebt toch, na 10 wedstrijden zag je toch al van, joh, die moeten we gewoon erbij houden? Zeker, alleen wij hebben ook we willen toch enigszins een salarisplafond hanteren. Waarin we dan ook gewoon niet alleen Jurie in onze selectie hebben, maar straks 23, 24 spelers. Mm-hmm. Dus dat moet ik ook respecteren. Dus we zijn zeker nog met elkaar in gesprek. Ik heb die optie niet gelicht. Omdat in samenspraak met management van Jurie de kans groter is als wij Jurie gaan behouden, om dat op een andere manier in te gaan vullen. Laat ik het zo houden. Het zou zonde zijn als hij vertrekt. En nu we toch een beetje dat rijtje aan het doornemen zijn van spelers. Hè, want het is wel leuk om te praten over wat er komt. Maar daar kan je, behalve mij, is toch niet meer over zeggen. Maar bijvoorbeeld een Bart Vriends, een Younes Namli. Want ben ik wel echt benieuwd naar. Wat blijft er over? Ja, goed. Met Bart Vriends zijn we ook nog steeds in gesprek. Ik verwacht dat daar heel snel duidelijkheid over gaat komen. Bart weet... Ik wil graag met Bart door. Wij willen graag allemaal met Bart door. Vooral als speler. Maar ook als senior. Want je kunt niet alleen maar Mike Eerthuizen ontwikkelingsspelers hebben. Dus op basis daarvan wil Sparta graag met hem door. Alleen ook Bart moet dat zelf willen. Ik denk dat het wel bekend is dat Bart ook een droom heeft. Die wil graag in het buitenland ook een keer zijn kwaliteiten tonen. Maar nogmaals, dat wordt snel. Maar schotel je hem dan een verbeterd contract voor? Is dat dan een soort van worst die voor zijn neus hangt? Want hij had al een heel goed contract, hè, begreep ik. Ja, dus kan bijna niet beter. Nou, het kan altijd beter. En bij de een stretch je wat meer dan bij de ander. Maar Bart is tevreden over het voorstel wat wij hem hebben gedaan. Maar ja, er zit nog steeds een stemmetje in zijn hoofd die zegt van... Maar als die kans komt, mijn droom. En ik ben transfervrij. Durf je dan streng te zijn qua deadline ook? Want op een gegeven moment moet je natuurlijk... We moeten niet gegijzeld worden door... Nee, tuurlijk niet. En dat gaat ook zeker niet gebeuren. En als deze podcast wordt opgenomen op 1 augustus, dan kun je mij heel streng zien. Maar op dit moment is het een andere fase van de window. Heilen is weg toch dan, hè? Heilen is weg, ja. Younes Namli staat gewoon nog een jaar onder contract in Krasnodar. Die spelen natuurlijk het spel van, Younes, kom maar gewoon terug naar Krasnodar. Daar moet Younes natuurlijk wat van vinden.
En daar vindt Younes wat van. En het management van Younes. Dus dat is eentje van de lange adem. Maar, die zou je wel erbij willen houden? Ja, kijk, daar hoef je niet voor al 20 jaar in het vak te zitten. Om te zeggen van, hey, Younes Lamli is een meerwaarde voor Sparta volgend seizoen. Dus die willen we zeker heel graag erbij houden. Maar of dat mogelijk is, ja, dat is ons gelukt in de winterstop. Maar of dat ons ook gaat lukken in deze zomerwindow, dat is een groot vraagteken. Ja, dan hebben we nog Beugelsdijk die afloopt. Wat wil je daarmee? Ja, Beugelsdijk is natuurlijk ook nog steeds een jongen die een optie voor ons kan zijn, centraal achterin. Maar vergeet niet dat wij gewoon, we hebben natuurlijk voor al die posities die ik net heb opgenoemd, hebben we gewoon een lijstjes, hè. We hebben plan A, we hebben plan B, we hebben zelfs plan C. Want je moet voorbereid zijn, je moet je huiswerk hebben gedaan. Daar is het scoutingsteam enorm druk mee geweest. Daar zit ik dagelijks mee aan de telefoon met Maurice en met de rest van de staf. Dus je moet ook steeds zeggen van, wat voorbeeld dat ik gaf met Lennart T. Van ja, is er een betere Lennart T voorhanden waar we mee moeten gaan. Waar we weer waarde mee gaan creëren, die wat jonger is, die nog een keer verkocht kan worden. Dus dat soort afwegingen ben je continu met elkaar aan het maken. Wie hebben we dan nog meer? Sparta is geroemd in de jaren al door het verkopen van eigen talent. Als ik naar deze selectie kijk, denk ik dat er op dit moment daar maar één voor in aanmerking komt. Dat is Sven Mijnlands. Hebben zich clubs al gemeld voor hem? Nee, op dit moment nog niet. Maar ik ben het wel mee eens dat Sven een waarde vertegenwoordigt. En ik ben ook heel blij dat hij gelijk in het team weer kwam. En heeft dat ook laten zien wat van kwaliteit hij heeft. Ja. Toen Maurice aan boord kwam, die staat natuurlijk best wel een beetje op een dood spoor. Hij speelt bij Oranje nu ook. Ja, ik heb gisteren daar een deel van die wedstrijd gezien. En dan, dat stemt mij wel, wel goed. Probeer je hem dan ook te laten verlengen bij ons? Ik ben met hem in gesprek. Om hem ook vanuit Sparta te laten zien hoe wij die waarden zien. Ja. En dat daar ook een ander contract bij hoort dan dat hij nu doet. Alleen dat is natuurlijk de keus voor een speler en wederom zijn management om daar wel of niet mee in te gaan. Maar we hebben het gesprek gevoerd. En hetgeen wat Ruud zegt is natuurlijk absoluut wel, dat is een hele goede opmerking. Dat is hetgeen waar Gerrit en ik ook over hebben gesproken. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk heel veel verkocht. Dat is fantastisch. Dat geeft je ook weer mogelijkheden om te investeren en zelfs nu op dit moment diverse transfersommen betalen, dan wel een goed transferbudget hebben. Maar we zullen uiteindelijk dus ook weer waarde moeten gaan brengen in onze selectie. Ja. Want we hebben op dit moment met Sven Mijnlands één speler die een waarde vertegenwoordigt. Maar we zullen daaraan toe moeten voegen nog een enkele andere spelers die in de toekomst weer rendement gaan opleveren. Niet alleen sportief rendement, maar uiteindelijk ook financieel rendement. Want dat is het cirkeltje wat we al jaren met elkaar moeten praten. Dat is, en daar weet Gerrit ook alles van. Je begint op min 2 miljoen ieder jaar, dus je hebt die verkoper wel nodig. Je hebt ze uiteindelijk wel nodig. Kijk, dat is de voorinvestering die je doet. Daarom zijn we extra blij met een Briem. Canadees International, Frans paspoort. Canada's gekwalificeerd voor het WK. Ja, dat zijn jongens die wij graag in onze selectie willen hebben. Die mag je gewoon zeggen van, ja, die moet ook waarde gaan vertegenwoordigen. En zo moeten we nog een aantal meer van dat soort pareltjes gaan vinden. Vergeet ook niet, we hebben natuurlijk 2 doelstellingen. Sparta Eredivisie en doorstroming liefst eigen jeugd. En anders talentvolle jongens als Briem die binnen onze selectie gaan komen. We hebben natuurlijk ook een Jesse Bal vanuit de onder 16. En Dylan Chicherou. Ik zal zijn achternaam niet helemaal goed zeggen. Ja, Jesse Bal ging je goed af. Ja. Jesse Bal. Maar dat zijn wel 2 jongens waar wij potentie zien. En ook hopelijk toekomstige eerste elftal spelers daar zichtbaar worden. En hopelijk kunnen verkopen. Maar moeten we met terugwerkende kracht niet de voormalig TD toch een beetje gelijk gaan geven? Als Mijnlands de enige is in je selectie van waarde. Dat er inderdaad te weinig vanuit de jeugd doorkomt. Ondanks de namen die Gerard heeft. Vergeet die Mega niet, hè? Vind ik een hele goede toevoeging overigens. Ik denk dat we de afgelopen jaren denk ik sowieso heel veel eigen opgeleide spelers hebben verkocht. De afgelopen jaren, maar het gaat over wat er nu aan zit te komen. Ja, nou, dat klopt, maar wat je meestal ziet in een jeugdopleiding werkt niet zo dat je elk jaar een toplichting hebt waar de 3-4 talenten uitkomen die naar je eerste elftal toestromen. Dat werkt niet zo. Er zitten altijd mindere lichtingen bij. Het is alleen de kunst dat je op een bepaalde gespreide manier verkoopt, dan wel ervoor zorgt dat er andere talenten in je selectie weer toeschuift. En dat zou je dan uiteindelijk met scouting op moeten vangen. Nou ja, goed. En daarin hebben we de afgelopen jaren, buiten het feit dat we een mindere lichting hebben gehad, daar hebben we echt geen discussie over. Er komt nu een goede lichting aan. Ik ben ook blij, dat heb ik ook tegen Gerrit gezegd, dat ik nu voor de eerste keer weer jeugdcontracten voorbij zie komen. Dat betekent dat we geloven in die talenten. Dat ze allemaal zullen gaan slagen,
Dat zullen we nog wel moeten zien, maar dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. En daarnaast zie ik gewoon dat we nieuwe bewegingen aan het maken zijn met scouting. Om ervoor te gaan zorgen dragen dat we nieuwe talentvolle spelers toevoegen aan die selectie. Je hebt ook een jong Sparta natuurlijk. Jong Sparta heeft een heel goed seizoen gedraaid. Ja. En toch lijkt het een beetje op een eilandje te staan. Want wat heeft Sparta 1 nou aan Sparta 2? Nou, ik wil eerst beginnen dat het een extra waarde heeft voor ons als club. Dat wij een jong team op tweede divisieniveau hebben spelen. En daar moeten we ook echt voor zorgen dat we op dat niveau minimaal blijven. Want dat geeft een hele goede indicatie voor ons als technische mensen. Om een speler de waarde te zien of hij de volgende stap kan zetten. Het is gewoon gebleken vanuit statistieken dat een speler onder de 18 de stap gaat maken naar het eerste elftal. Bijna niet meer. Als een speler bij de onder 18 nog niet die stap heeft gezet, dat hij doorgaat naar 1 in de toekomst. Dat komt wel voor. Ik heb in het verleden bijvoorbeeld met Kingsley Ejigbue meegemaakt bij Zwolle. 2 jaar in de belofte gespeeld om vervolgens naar Zwolle 1 te komen. En speelt nu bij FC Keulen, hebben we toen goed verkocht. Dus die jongens die daar toch zitten, die iets meer tijd nodig hebben. 1 of 2 jaar in fysieke ontwikkeling, ja, die moeten we wel blijven opleiden, omdat dat ook een speler kan zijn die in de toekomst waarde kan vertegenwoordigen. We hebben daar ook een aantal jongens nu ook weer een contract gegeven. Patrick Brouwers is daar een voorbeeld van. Augustin Drakpé, die zijn debuut heeft gemaakt. Jason, die zich nog ontwikkelt. Daar zitten echt jongens bij die dat prima doen. Dus we moeten ook zeker daarop inzetten. Want ook Jesse Bal kan misschien straks via dat belofteteam, Jong Sparta, die eerste stap gaan zetten om vervolgens toch bij... Maar het is ook zo, kijk, ik ben een romanticus. En natuurlijk heb je de kleinzoon van Doesburg die daar dan speelt. Ja. Die daar ook minuten maakt. Ja. Maar waarvan je dan op het kasteel hoort, nou, die is niet goed genoeg voor het eerste. Ja. En die gaat nu toch redelijk roemloos, zonder ook maar een heel mooi romantische 5 minuten als debuut te hebben gemaakt, weg. Maar kom op, Anton. Ja, maar dan is het toch een gigantisch gat nog, toch? Ja, maar wat wil je nou? Dat iedereen met een Sparta-familie Sparta 1 kan spelen? Ja. Waar zit jij precies in het stadion? Nee, maar ik vind het mooi wat hij hier zegt, maar dit is niet reëel natuurlijk. Nee, we kunnen niet iedereen laten debuteren met een mooie achternaam in ons eerste. Een jong Sparta spelers die gewoon het eerste nooit gaan halen. Nee, maar dat is van alle tijd. Dat is van alle tijd. Over jong Sparta gesproken, ik begrijp, we zitten in een overgangsjaar, Ter Breggen wordt verbouwd en zo, maar... Thuiswedstrijden spelen in Maassluis. Ja, dat is wel een dingetje. Ja. En bij Excelsior ook. Ja, voor de duidelijkheid, overgangsjaar ten aanzien van de opstal. Hè. Precies. Ja, laten we heel duidelijk zijn. Maar goed, het is heel simpel. Kijk, als je kijkt naar het aantal elftallen wat wij hebben, dan zullen we daar een oplossing voor moeten bedenken. En een van de onderdelen op het moment dat je naar Tuurgras gaat, dan weet je dat daar... het eerste elftal gaat spelen, mogelijk wat trainingen gaat doen. Maar jong Sparta daarbij, dat wordt te veel. Dan gaat het veld te zwaar belast worden. Dus zul je daar een oplossing voor moeten vinden, zolang je op de Breggen niet kan komen. En in dit geval zijn we heel erg gelukkig dat Excelsior Maassluis ons wil ontvangen. Want het is niet een kwestie van kiezen. Er zijn heel weinig verenigingen die uiteindelijk de mogelijkheden hebben, dan wel het willen... om een gedeelte van onze elftallen dan wel bijvoorbeeld een jong Sparta te willen ontvangen. Want onder 18 gaat er ook spelen? Onder 18 ook, klopt. Ja. Kijk, vergeet ook niet dat Excelsior jaar in jaar uit de ervaring heeft om wedstrijden op tweede divisieniveau te kunnen organiseren. En dat zijn wat richtlijnen vanuit de KNVB ook. Dus je kunt niet zomaar bij elke club in Rotterdam zeggen van, hé, hier gaan we met onze... Maar daar ga je dus Ter Breggen wel op inrichten, op tweede divisiewedstrijden? Absoluut. Ja. Ter Breggen is daar in zijn faciliteit en in zijn basis gewoon klaar voor. Ja. En waar gaat 1 dan trainen? Ons eerste elftal gaat trainen op veld 5 en 6 op Ter Breggen. Dat wel? Ja, absoluut. Die gaan daar trainen. Dat is ook aan de voorkant ook nadrukkelijk. Vanaf dag 1 ook gelijk. Vanaf dag 1. Dat is wel, zoals ze dat noemen, een bouwput. Hè? Want daar gaat wel het een en ander gebeuren. Maar veld 5 en 6 zijn in die zin gewoon bereikbaar. Dat is ook vanaf dag 1 met Maurice uiteindelijk nadrukkelijk besproken. Van weet dat we een probleem hebben in de facilitering van de opstallen. En dat zal inhouden dat je in de zomermaanden, er staan ook Porto Cabins. Je kan gebruik maken van de Porto Cabins, bij wijze van spreken, om te kleden. Bij wijze van, of je maakt de keuze om op het neer te rijden, buiten het feit dat op het stadion sowieso alle faciliteiten nog ter beschikking staan. Maar dat is niet ideaal natuurlijk. Nee, maar oké, dat weten we. Dat is aan de voorkant besproken. En we willen naar beter. En als we naar beter willen, zullen we in de tussentijd ergens een opoffering moeten doen. En die doen we nu. Nieuw Vreelust als tussen...
Hij zit vol. Tussenfase. Nee, Nieuw-Vredes zit echt bomvol. Buiten het feit dat je daar gewoon te weinig velden hebben op te weinig velden hebt die je überhaupt zou kunnen gebruiken. Ja. Kunnen supporters wel terecht eigenlijk op dag 1? Met onze fakkels en de taart en noem maar op. Nou, dat is op dit moment... Maar die taart kan sowieso kan afgeleverd worden op stadion. Dan is hij op voor niet meer. Dus jouw kamer dan, Gerard, hè? Maar, lastig dan, toch? Nee, dat is lastig. Dus dat is wel een onderwerp van discussie die we op dit moment aan het bespreken zijn met de aannemer. Omdat we gewoon heel erg moeten kijken naar de veiligheid die er op te brengen is. In relatie tot de bouwwerkzaamheden. En daar gebeurt heel veel. Het is niet alleen de opstallen ten aanzien van het gebouw. Maar er worden ook allerlei velden. Twee velden worden er volledig op kop gezet en omgeturnd naar kunstgras. Ja, dat is nogal wat. Het is niet goed te bereiken. Als het gaat over die velden. Dus daar zijn we over in gesprek met de aannemer. Qua velden, 5 en 6 liggen er wel goed bij. Ja, die liggen er fantastisch bij. We gaan na afloop nog heel even kijken daar naar die velden. We hebben er gisteren nog uitgebreid over gesproken. Ja. We zijn nu een soort van grasteam, grasdirectie aan het optuigen. Extern allemaal, want Geert en ik... Die kunnen niet overal verstand van hebben, zeg ik maar. Dus daar hebben we een aantal externe professionals voor in huis gehaald die uiteindelijk ervoor moeten zorgen dragen dat op het stadion en op de trainingsvelden van een goed niveau... Maar hoe is jou in godsnaam gelukt om die verschrikkelijke kunstgrasmat te verkopen? En wie is daar ingetrapt? Dat wil ik niet zeggen. Dat heb ik al 100 keer gevraagd. Ja, maar hij gaat daar niet mee komen. Nee, daar ga ik niet mee komen. Maar... In de regio gaat hij opduiken natuurlijk. Dat denk ik niet, maar... Zo krijg je het wel los. Nee, maar luister, ik snap dat hoe iedereen ernaar kijkt. Aan de andere kant, als je op dat veld loopt, technisch is die mat bij lange na nog niet afgeschreven. Die kan nog minimaal nog 5 jaar mee. Dus die hebben ze er nu uitgehaald, die is opgerold, de shockpad eronder is opgerold. Dat gaat gewoon naar de volgende club toe. Dan gaan ze de goede delen van gebruiken. En al hetgeen wat gewoon niet meer goed genoeg is... Wij zijn laatste geëindigd met die mat, hè? Dus in die stemming van al die spelers, aan het einde van het seizoen stond ons grasveld op de laatste plaats. Ja, maar dat heeft ook te maken met gevoel. Dat wil ik ook nog maar eens een keer zeggen. Er wordt heel vaak gezegd, en dat vinden we ook, dat in de Kuip ligt de allerbeste mat van Nederland. Ik denk dat er in de Kuip een fantastische mat ligt. Maar het heeft ook te maken met de ervaring die spelers opdoen op het moment dat ze de Kuip inlopen. Waardoor die mat altijd een hele hoge waardering krijgt. En er is inmiddels zoveel negatief geschreven over de mat op het kasteel. En dat is terecht, daar hebben we geen discussie over. Maar dat krijg je dan ook nog eens een keer terug in de waardering. Maar ik heb 26 april met Rijnmond op dat veld gevoetbald. Ik ben net hersteld van een brandwond, dus ik kan de kritiek me wel enigszins voorstellen. Ja, maar als we spelen, dan wordt die mat natuurlijk van tevoren besproeid. Oh, dat hebben jullie bij ons niet gedaan. Meer moeten betalen. Ik zag tijdens het feest een vent de middenstip wegsnijden. Nou, dat begreep, is dat nou gebeurd? Nee, dat begreep ik ook, maar die is gecorrigeerd uiteindelijk door supporters. Die zeiden, ben je helemaal gek geworden? Die mat hebben ze verkocht. Ja. Maar toen had dat ook wel mooi. Ja, dat klopt. Ja. Maar als je zeg maar, vanaf het kasteel, vanaf die spelerstunnel het veld betreedt, daar was een zo'n logo van Sparta in het kunstgras. Ja. Nou, we waren er van de week. Ja. Het was al netjes uitgesneden, maar wat gaat daarmee gebeuren? Een soort museum natuurlijk. Ja, geen idee. Nou, we hebben wel een stukje bewaard voor ons museum. Hè. Niet als het gaat over dat logo, maar wel een stukje van de kunstgrasmat, de laatste kunstgrasmat wat mij betreft. En als het gaat over dat logo, dan gaat dat gewoon een herbestemming krijgen, bijvoorbeeld op te brengen. Nou ja, wat je bijvoorbeeld ziet, we hadden het net over de Kuip, dat wordt geroemd om het veld, maar direct na de zijlijn is het allemaal kunstgras. Ja. Dus is dat ook een optie voor Sparta? Nee, dat is zeker een optie. Dat is ook een keuze die we inmiddels met elkaar hebben gemaakt. Van hoe gaan we dat veld inrichten? En uiteindelijk wordt er een natuurgrasveld neergelegd. Maar daaromheen komt er wel uiteindelijk een kunstgrasstrook te liggen. Voor het inlopen, want dat wordt natuurlijk helemaal kapot getrapt door die warme... Anders ga je allemaal kale plekken krijgen. Ook weer een groter veld nu. Nee, het veld. Het komt dichter naar de tribune weer dan, of niet? Nee, wij hebben al de maximale afmetingen qua veld. Het Sparta Stadion is een heel ruim stadion. Hè? We hebben een grote uitloop. Dat bedoelen we mee vanaf de zijlijn tot en met, of de achterlijn tot en met de damwand. Dus dat is wel heel erg groot. Maar het veld wordt niet groter. Laatste gasvraagje als het aan mij ligt. Betekent nu dat nu Sparta weer naar natuurgas gaat, dat clubs als Ajax en PSV weer liever spelers zouden willen verhuren aan Sparta? Omdat ze die liever niet op kunstgras hebben? Ik denk dat je dat breder moet trekken dan de clubs die jij nu opnoemt. Want ook internationaal zitten wij natuurlijk in die pool te vissen. Maar ja, we werken samen met Ajax. En ik zou zeker persoonlijk heel graag Univar volgend jaar op het kasteel zien.
Nou, dat gaan we regelen dan. Ja, toch? Oké. Okay. Nee, ja, tuurlijk. Als we met Ajax die samenwerking nog breder in kunnen zetten, als het nu al gaat, dan gaan we dat absoluut doen. H2, zoals ze geloof ik heten, zijn enorm druk met een aantal andere zaken. Even wachten, Gerard. H2? H2. Ja, dat is toch... Is dat Bas Sinadria aan taal, dit? Ja, dat is de twee TD's van... Huntelaar en Hamstra. Hamstra. Oh, oké. Okay. Ik zeg, ben ik nou gek geworden? Ja. Ja, nee, maar ik ken alleen dit mee. Dat is niet onze wereld, hè? Dus we hebben K2 hier. Jullie luisteren ook naar de concurrenten, hoor. Ja, nee. Ik ken alleen K3 ken ik, maar H2 ken ik niet. H2 mannen, die zijn op dit moment bezig gelopen met de spelen van Tottenham Hotspur naar Ajax te halen. Mm-hmm. Maar nee, uiteraard. Maar we moeten ons niet alleen maar focussen op onze club waar we mee samenwerken. Er zijn nog een aantal andere clubs binnen en buitenland die meer openstaan om spelers aan ons te leveren dan dat het geval was met het kunstgras. De doelstelling heb je net al eventjes benoemd. Graag erin blijven. Ik denk wel dat het makkelijker is om erin te blijven dan te promoveren. Dan erin te komen. Vanuit de KKD. Ja, laten we gewoon daar heel eerlijk zijn. Dat denk ik ook. Aan de andere kant, ik denk dat het elk jaar een opgave is om in die Eredivisie te blijven. Kijk, als je naar de budgetten kijkt, dan ligt dat over het algemeen allemaal wel dicht bij elkaar. En niemand van het rechte rijtje, laten we het zo wel even noemen, kan zich permitteren om slecht in te kopen. Want dat zie je dit jaar ook, bijvoorbeeld met degenen die eruit gaan. PEC, Heracles. Willem 2. En Willem II, die hebben natuurlijk niet de minste budgetten, laten we het zomaar heel even noemen. Maar die zijn uiteindelijk wel kind van de rekening. En hoe staat Sparta budgettechnisch op die zeg maar, rechterrijtje Eredivisie, als je het vergelijkt met die andere ploegen? Wij hebben een aantal jaar geleden met elkaar gesproken dat we elk jaar een groei willen maken in ons spelersbudget. Dat doen we ook. Hè. Als je kijkt naar het eerste jaar was dat 4,1 miljoen euro. Tweede jaar 4,4. Derde jaar... hadden we eigenlijk afgesproken 4,4, omdat we midden in corona zaten. Uiteindelijk hebben we toch de lijn weer vastgepakt. Ook een beetje vooruitspelend op de verhuur, dan wel verkoop van ROI. 4,7, 4,1, 4,4, 4,7. En we trekken hem volgend jaar door naar 5 miljoen euro. Ja, en als je dan gaat kijken naar de concurrenten, dan zijn er wel een aantal concurrenten die, ik denk... vijf clubs toch wel zeker die tussen de 3 en 3,5 miljoen euro spenderen. Aan de andere kant moeten we geen zand in onze ogen laten gooien. Want drie van die clubs tussen de 3 en 3,5 miljoen dit seizoen zijn er ook gewoon in gebleven. En drie clubs met een hoger budget dan 5 miljoen die zijn er afgelopen seizoen uitgegaan. Dus het gaat altijd over hoe je het spendeert en niet over wat je te spenderen hebt. Hoe je het spendeert. Dus of je een goede TD hebt. Nou, het is niet alleen de TD. Ik denk dat het een samenwerking van de TD met de trainer is en met de scouting om tot de beste spelers in de beste mix te komen. We gaan het zien. We gaan het zeker. Ik ben erg benieuwd. Ik ook. Ik ben erg benieuwd wat uit deze hooghoed van deze meneer nog gaat komen. De winterse transferperiode heeft je wel het krediet gegeven, dus ik ben benieuwd. Maar ja, je weet het ook, als er weer zo'n zomerse transferperiode komt, is afgelopen jaar, gaat de zaag erin. Ik begreep ook in jullie vorige podcast dat het voordeel van de twijfel was. Nou, daar ga ik wel goed op. Ja. Dan word ik extra gemotiveerd om dan straks weer een keer hier te gaan zitten en te zeggen tegen de mensen van... nou, we hebben het wel aardig neergezet. Maar goed, het is altijd weer een uitdaging om die spelers te halen. Vergeet niet, we hebben echt veel concurrentie. Hè? Iedereen wil hetzelfde doen wat wij ook graag doen. Een zo goed mogelijk selectie samenstellen. Zoveel mogelijk waarde creëren in je selectie. Maar goed, we moeten kijken hoe we ons kunnen onderscheiden. Heel belangrijk is het nieuwe complex, tenminste de verbouwing van het complex. Dat gaat ook een enorme aantrekkingskracht veroorzaken voor ons, voor spelers die we gaan aantrekken, voor agenten, makelaars. Willen die zo graag opnieuw te brengen spelen? Nee, Sportpark Pim Doesburg. Ja, precies. Al die faciliteiten die daar straks komen, zijn wel heel belangrijk om een speler getriggerd te krijgen om voor Sparta te kiezen en niet voor de concurrent. Maar ben je wel over die bittere pil van die Flukken heen? Die toch op het allerlaatste moment ergens anders voor koos. Even voor de duidelijkheid, speler van Roda. Ja. En op Hemelvaartsdag koos hij voor. Servet zag ik uit mijn hoofd. Terwijl je zo goed als mee rond was, toch? Als ik het goed begrijp.
Nou ja, we stonden klaar om de medische keuring te doen. En waren er al foto's gemaakt ook? Nee, dat nog niet. Maar goed, dat is. Ik kan nog 3 voorbeelden vanuit mijn verleden opnoemen dat dit gebeurt. Part of the game. Eén rent aan ons wereldje. Ja, en dan kun je zeggen, ondernemerschap, waarom heb je niet doorgepakt? Waarom heb je niet 1.000 euro in de maand meer erbij gegeven? Dan was het wel gelukt, dan was het ook niet gelukt. Als het gevoel niet goed is, als daarnaast de partner van de speler ook nog een keer zegt van ja, ik vind de bergen in Zwitserland toch net iets mooier dan de haven in Rotterdam. Ja, dan houdt het op een gegeven moment. Dat is gebeurd of een voorbeeldje? Dan mag jij. Nee, maar ja, weet je, zo raak je er nu eens eentje kwijt. Maar zo zou je er af en toe ook wel eens eentje binnenhalen die je voor de neus van een andere club wegkaapt. Zeker. Dus een leermoment voor ons is, we hebben pas een speler binnen als we die contracten hebben getekend. Maar we hebben zelf geen steken laten vallen daarin. Nee, want dat zo kijk je elke keer naar zaken. Wat hebben wij beter kunnen doen? Ja. Ik kan me nog steeds niet in mijn hoofd halen van wat wij daarin beter hadden kunnen doen. Nee. Manfred, jij gaat op vakantie, hè? Binnenkort? Ja, hij gaat uiteindelijk wel op vakantie, ja. Ja. Dat vind ik altijd zo mooi, hè? Als je erover bekend? Het is in de voetballerij. Nee, maar dat is wel mooi, hè? Dat supporters altijd keihard oordelen over de vakanties van directieleden. Ja, want ik vraag me altijd af, wat is nou het ideale moment voor een directielid, dan wel algemeen, dan wel technisch, om op vakantie te gaan? Volgens mij nooit, als het aan de supporters ligt. Ja, ik vind vakanties bij ons thuis altijd een enorme discussie. Niet om hem te plannen. Ja, wel eigenlijk ook om hem te plannen. Want uiteindelijk bepaal ik wel wat het beste moment is. En ik vind de eerste 2 weken van juli daarin het beste moment. Omdat je dan je selectie over het algemeen wel voor grotendeels rond heeft. En de laatste zaken spelen dan rond augustus ergens. Maar op een moment als die discussie dan is beslecht, dan ga je op vakantie de hele discussie krijgen. En daar weet ik hier het alles van. Dat je de hele dag met die telefoon aan je oor loopt. En ook al wil je dat niet. Maar goed, dat is ook een beetje inherent aan het voetbal. We zijn 24/7 zijn we bereikbaar. Dat is niet populistisch gezegd, maar dat is gewoon echt heel vaak. Voetbal is 7 dagen in de week. En we zijn altijd wel bereikbaar om zaken te doen. Ga je ook nog, Gerard? Nu in deze periode? Dat zou zomaar al geweest kunnen zijn. Dus daar ben ik heel blij om. Dat mooi onder de radar. Ja. Nee, ik ben, er is nooit het juiste moment. Supporters, sponsoren verwachten, denken dan ook dat je dan echt helemaal niks doet. Maar dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Je bent even uit beeld. En dat helpt eigenlijk alleen maar om focus te krijgen op datgene waar het om gaat. Om een zo sterk mogelijke selectie te gaan formeren. Dus zie het maar dat ik vorige week wat zaadjes heb geplant op Ibiza. En lekker hoor. Dat we hopen dat we dat binnen nu en een aantal dagen. Is er een voetballer die niet naar Ibiza gaat? Nou, maar Bart Vriend zit nu in Colombia, zag ik. Oké. Okay, ja. Nou, we hebben echt genoten van de foto's van Mario Engels. Ja, precies. Maar ben je dan ook een danser zo, als je naar Ibiza gaat? Ga je naar de Pacha? Nee, hebben die tijd gehad? Ik ben met mijn lieftallige echtgenoot en we hadden een huurauto. We hebben dat hele eiland overgecrossed. Ja, dat is een uurtje, is dat. Hoor. Ja. Pilletje erin en gaan, hoor. Ik kan je vertellen dat dat heeft wel wat langer geduurd. Okay. Vanwege dat bellen steeds. Niet meer van die. Niet meer. Nee, niet ik, meer. Ben, okay. Ik ben blij van het compliment dat je me nog heel jong eruit vindt. Ja, zeker. Nee, maar je bent nooit te oud voor een goed housefeestje. Ja, dat klopt. Ja, misschien moet ik dat toch is nog... Is het de Westlander in jou die spreekt? Ja. Wat gebeurt hier nou precies? Ja hoor, helemaal niks. Je krijgt een mooie wending, dit gesprek. Ja, we hebben alles wat besproken, denk ik. Ja, mogen we dan nu een paar weken rust? Of? Wij bedoel je met de podcast? Ja, wij gewoon, wij. Als in Spartanen, even. Ja. Bij Spartanen, even begint hij weer over dat boek van. Ja, precies. Ja. 18e druk inmiddels al. Maar ja, dat boek moet wel gelezen worden. Nee, ik denk dat we er begin augustus sowieso weer zijn. En misschien bij de familiedag moeten we even gaan kijken of er een plekje voor ons is. Of ze ons willen hebben daar. Gratis. Altijd goed. Gratis. Denk het wel. Lijkt mij. Oké, okay, nou, dan sluiten we hier dit seizoen af. Bedankt voor jullie komst. Tot volgend seizoen. Ergens weer 2 keer. Voor de winterstop, na de winterstop als het even kan. Ja. Prima, spreken we bij deze af. Ja. Heel goed. Graag gedaan. En dan zeggen wij bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Een hele fijne vakantie. En heel graag tot volgend seizoen. Tot dan. Dag. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond app.